In de studio hebben we Yvonne Sommerdijk van de Stichting WOL, werkgroep ontwikkelingssamenwerking Limmen, als ik het goed heb. Welkom. Ja, dat klopt, dankjewel. En we hebben Els Klaassen Bos in de studio en die stelt schilderijen ter beschikking op een veiling die zondag 21 september in de burgerij in Limmen wordt gehouden. En die de opbrengst gaat ten gunste van de Stichting WOL en voor Burkina Faso. We gaan eerst even praten met Els over, of met Yvonne. Wat is de WOL precies? Hoe lang bestaat dat? En wat doen ze precies? Nou, de WOL bestaat al bijna 30 jaar. En wij zijn een kleine werkgroep in Limmen. Hoe klein is dat? We zijn op dit moment met zo'n vijven. En hij zit wel in Limmen, maar twee mensen komen uit Limmen en de andere mensen komen ergens anders vandaan. Nee, pardon, drie mensen komen uit Limmen. Dus ook uit Castricum komen mensen. Het vijfde bestuurslid komt zelfs uit Amsterdam. Maar wij zetten ons in voor onderwijsprojecten in Burkina Faso. Okay. En ja, dat doen we natuurlijk al heel lang. En we zijn begonnen dat we in 1996 met een partner waar we nog steeds mee samenwerken. En in die tijd ging 10% van de kinderen naar de basisschool. En inmiddels gaat 70% van de kinderen, 90% van de 6 tot 9-jarigen gaat naar de basisschool. En 70% van het totaal aantal kinderen. En er komen dus steeds meer kinderen van de basisschool af. En die moeten nu naar het vervolgonderwijs. En dat is er nog bijna niet. Dus daar zijn we nu mee bezig. Als je zegt eerst 10%, nu 70% van de kinderen die het basisonderwijs volgen. Is dat jullie project of zijn dat meerdere projecten landelijk? Of hoe werkt dat? Nou, wij zijn een van de initiatiefnemers geweest. Wij hebben daar een organisatie opgericht. Dat is DSF, Développement Sans Frontières. En die is uiteindelijk verantwoordelijk geworden samen met nog een aantal lokale partners om in hun gebied, dat is de regio Noord van Burkina Faso, een gebied zo groot als Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht samen, om daar vanuit de millenniumdoelen Education for All, dus iedereen naar school, om dat daar vorm te geven. En wij zijn daar onderdeel van geweest toen. En dat DSF, uit wat voor mensen bestaat dat? Dat zijn allemaal mensen uit Burkina Faso. De coördinator, dat was destijds een zeer gemotiveerde lokale onderwijzer. En die heeft zichzelf dus opgewerkt nu tot coördinator, tot projectleider. Zelfs tot burgemeester van een van de dorpjes waar we, of een van de gemeentes waar we dus ook projecten hebben gehad. Dat is een soort erebaantje ook wat je dan kan krijgen. En verder zijn het een aantal betaalde krachten, de secretaresse, de boekhoudster, chauffeurs, een paar wat ze noemen animateurs, die de programma's op het platteland uitvoeren. En verder heel veel vrijwilligers. En hoe begin je, want je zegt 10% ging naar school. Je hebt waarschijnlijk ook niet de infrastructuur, er zijn geen scholen. Nee. Jullie hebben geld heen gestuurd en zij zijn scholen gaan bouwen? Ja. Of hoe is dat in zijn werk gegaan? Ja, we hebben een aantal scholen gebouwd, maar ook heel veel geïnvesteerd in het opzetten van, of het bijscholen van leraren, van onderwijzers. Onderwijzers hebben een paar jaar voortgezet onderwijs gehad en dan nog een training van een jaar om les te gaan geven. Dus waren er zat onderwijzers die bijgeschoold konden worden? Want daar zijn we nu nog steeds mee bezig om onderwijzers bij te scholen. We hebben op dit moment een onderwijscomplex opgezet. En een van de dingen die we daar ook doen is leraren bijscholen. Dat ze vooral in pedagogische kwaliteiten, maar ook in vaktechnische kwaliteiten. En het ontwikkelen van nieuwe vormen van onderwijs. Maar dat gaat gewoon gaat heel moeizaam allemaal. Ja, want je zegt eerst de basisschool hebben we gehad. Nu ga je meer vakgericht werken. Ja, we gaan. Burkina Faso is een voormalige Franse kolonie. En het onderwijs is nog heel erg gericht op het Frans onderwijssysteem. Absoluut niet aangepast aan de ontwikkelingsbehoeften van het land. Op het college leren de kinderen Frans, Duits en Engels.
Nou ja, wat ze, hè, Frans en Engels, oké, dat is de voertaal of de officiële taal. Engels kan ik me ook nog voorstellen, maar wat moeten ze in hemelsnaam met Duits? En zo zijn, eigenlijk is het gewoon precies een kopie van het Franse onderwijssysteem. En ja, de overheid, of ze investeren onvoldoende om het onderwijs te hervormen, of ze hebben er ook gewoon geen geld voor, want het is gewoon een van de armste landen in de wereld. Ja. Maar ja, wij proberen daar toch wel wat verandering in te brengen. En dat gaat heel moeizaam. En nu bijvoorbeeld met dat beroepsonderwijs. Ja. Ja, dat is een onbekend fenomeen. En ouders durven hun kinderen daar niet naartoe te sturen. Want ja, het college, dat is het voortgezet onderwijs. Daar ga je naartoe als je ambtenaar wil worden. Maar dat je een beroep kunt leren op een beroepsopleiding, daar hebben ze nog nooit van gehoord. En wat voor beroepen moet ik aan denken? Want het zal beperkt zijn in het begin, denk ik. Ja, we zijn nu begonnen met 4 beroepsopleidingen. We hebben een modevakschool. Nou, en dat loopt als een trein. Dat is echt voor heel veel meisjes. Ja, is heel triest, maar heel veel meisjes die komen uit het dorp. Volkomen onvoorbereid. Kunnen de verleidingen van de jongens in de stad niet weerstaan. Dan zijn binnen de kortste keren zwanger. Nou, dan moeten ze van school af. Wij vangen ze op die naaischool. We leren ze een vak. Dus op zich zijn die meiden er nog behoorlijk gunstig af. Maar daar hebben we een leerlingenstop. Dat hebben nu 54 leerlingen. En het lokaal is vol. Maar we hebben ook een opleiding voor las- en metaalbewerken. Een opleiding voor fiets- en bromfietstechniek. En een opleiding voor autotechniek. En daar zijn we nu op dit moment, wij, dus onze partner in Burkina. Ja. Echt met een promotiecampagne begonnen om ouders voor te lichten wat het belang is dat jongeren een technisch beroep leren om inkomsten te verwerven. En de leraren komen uit het land zelf of zijn dat mensen die van buiten komen? Nou, wij zijn tot nu toe hebben we alleen leraren uit het land zelf aangetrokken en dat heeft ook onze voorkeur. Maar ja, omdat er maar zo heel weinig mensen technisch geschoold zijn, is dat gewoon heel erg moeilijk. Ze moeten uit de hoofdstad komen en wij zitten toch een beetje op het platteland in het noorden van Burkina. En ja, heel veel, met name het zijn vaak jonge mannen dan, die hebben helemaal geen zin om naar zo'n uithoek te gaan. En daar komt bij, op dit moment begint er wat goudindustrie te komen, goudmijnen. En die trekken alle geschoolde technici weg. Ja, dus dat is de achterdeur uit. Ja, dus aan de ene kant leuk voor het land dat ze op die manier wat inkomsten hebben. Ja. Maar voor het opzetten van beroepsonderwijs is dat deze streus. Ja. Ja, dat is jammer. Maar de vooruitzichten zijn wel dat het. We hopen het erop. Op dit moment loopt er een campagne om. We hebben voor iedere opleiding hebben een leerkracht. Dus dat is al heel wat. Ja. En nu nog ervoor zorgen dat ouders hun kinderen inderdaad naar die school toe sturen. En we zijn dus. Voor dit jaar hebben we met onze partner afgesproken. Nou, omdat het nu om de promotie gaat, nemen wij die jongeren die dus kiezen voor een technische opleiding, daarvan zullen wij de schoolkosten betalen. Dus want dat is ook vaak een drempel. Ouders hebben bijna geen geld voor schoolkosten. Mm-hmm. En dan om dan hun zoon naar een school te sturen waarvan ze nog helemaal niet weten wat voor effect dat heeft, dat is een hele grote drempel. Dus we hebben nu gezegd van nou, om de zaak te promoten, betalen wij nu de schoolkosten. En ja, we zorgen dat het materiaal beschikbaar is. Gaan jullie zelf eens heen om te kijken hoe het vordert en of het geld goed gebruikt wordt allemaal? Ja, we proberen er 1 keer per jaar heen te gaan, soms 1 keer per 2 jaar. En dus nu staat op de planning om in februari 2015 er weer heen te gaan. Dus ja. Oké, we gaan eerst even een stukje muziek draaien. Dat wordt When a Woman van Gabrielle. En daarna gaan we praten over de veiling natuurlijk die gehouden wordt. En wij hebben nog steeds Yvonne Sommerdijk in de studio. En ook de kunstenares die allerlei schilderijen ter beschikking heeft gesteld. Els Klaassen-Bos. Maar eerst eventjes Yvonne, wat gaan jullie precies doen op 21 september? Dan gaan we dus een veiling houden van de schilderijen die Els beschikbaar heeft gesteld voor onderwijs in Burkina Faso. En de veiling die begint om 2 uur. Die wordt geleid door Limburg veilingmeester Nico Beentjes en Erik-Jaap Kroonen. En vanaf 12 uur kunnen de mensen in de burgerij in Limmen alvast een kijkje komen nemen bij de schilderijen. Dan staan ze live uitgestald.
En op dit moment zijn ze ook te bezichtigen op onze website www.stichtingwol.com. Om ze digitaal alvast te bekijken. Dus krijg je een indruk van de schilderijen van Els. Ja, we gaan eerst eventjes aan Els vragen. Els, hoe kom jij ertoe om, ik weet niet hoeveel kunstwerk beschikbaar te stellen? Ik heb er nu iets van 95 beschikbaar gesteld, maar er zijn er nog meer. Maar die, ik ga ook nog wat doneren aan de nieuwe hospice. Ja. Maar dat gaat pas in het voorjaar gebeuren. Dus ik heb eigenlijk mijn zolder weggemaakt. Ik moest het kwijt, want wij zijn van een groot huis naar een heel klein huis gegaan. En ik heb er zelf een aantal uitgekozen waar ik geen afstand van wil doen. En de rest mocht allemaal weg. Ja, want zijn de... Met plezier weg. Want vooral omdat ik weet wat deze stichting inhoudt. Dat heeft mijn hart gestolen. Dus ik vind het prima. Ik ben blij dat als het allemaal goed terecht komt en dat het bij mensen thuis straks mag hangen waar het leuk terecht komt, dan ben ik helemaal gelukkig en dan kan ik dat heel makkelijk allemaal afstaan. Dat is ja voor het goede doel. Het lijkt me toch wel lastig als je 95 schilderijen hebt. En, ik heb er ook heel veel moeite mee gehad, maar ook van een groot huis naar een klein huis te gaan, maar het is goed zo. Goede beslissing. Ja, en wanneer kreeg je het eerste idee of kwam je in aanraking met de stichting? Hoe ontstond het? Wij hadden al verschillende keren hadden we van deze stichting gehoord. Want ze zijn ook in de hervormde kerk soms aanwezig. Of wordt ervoor gecollecteerd of zo. En ik heb gewoon, we hebben gewoon gekeken wat is het meest goede doel om weg te geven. En er waren er verschillende. En we hebben dit gewoon uitgekozen. En wat voor soort werken zijn het? Het zijn, ik ben begonnen met aquarellen. Dat heb ik heel lang gedaan. En nee, ik ben begonnen met etsen. En toen heb ik iets gekregen, kon ik niet meer etsen. En toen ben ik met aquarelleren gaan begonnen. En ik heb heel veel buiten geschilderd. Ik heb echt veel landschappen en bloemen en veel dingen gedaan. Ik heb abstract geschilderd. Ik heb realistisch geschilderd. Maar op een gegeven moment zei mijn man, ga eens wat anders doen. Ik heb een beetje uitgekeken op je schilderijen. En toen ben ik naar de Vrije Academie gegaan in Haarlem en heb ik daar de opleiding gedaan. En toen ben ik, ze zei, hier gaan we niet met aquarelleren, maar hier gaan we gelijk met acryl werken en, of met olieverf en groot en ook op een andere manier. En toen ben ik echt helemaal omgeslagen. Toen werd het werk gelijk heel anders. En het is altijd een hobby van je geweest? Het is altijd een hobby geweest. Ik had er heel graag had ik naar de Rietveld gewild. Ik had een toelating al, maar mijn vader was dominee en die wilde niet dat zijn dochter naar de Rietveld ging. Dus dat werd mij niet mogelijk gemaakt. Ik ben nogal jong getrouwd naar Suriname gegaan. En daar heb ik ook niet direct veel mogelijkheden gehad om me verder te ontwikkelen. En later nog in Kenia. En toen ben ik na Kenia eigenlijk ook op toonbeeld en dergelijke begonnen. Om te weven en te boetseren en te etsen. En toen ben ik dat perspectief opgericht. En toen ben ik naar perspectief gegaan. Daar heb ik een aantal jaren me ontwikkeld en in het bestuur gezeten. En toen ben ik naar die Vrije Academie gegaan. En van die Vrije Academie heb ik ook nog weer een aantal jaar op het Bonheuvel Plus les gegeven. En ook thuis en dergelijke. En ik ben gewoon steeds doorgegaan. En mijn zolder raakte vol. Ja, dus eigenlijk ondanks de tegenwerking van je vader ben je toch nog lekker in de kunst bezig geweest. Wat erin zit komt er altijd uit. Hebben wij ook tegen onze kinderen gezegd. En dat klopt ook wel. Ja, ik vind het een heel mooi doel waar je het aan gegeven hebt. Yvonne, zijn er nu al werken te koop? Ja, de schilderijen kunnen gewoon. Er staat een prijs bij op de website. En als mensen even een mailtje sturen van: god, dat vind ik een heel mooi schilderij. Ik wil dat kopen. Als ze voor 18 september dan dat bedrag overmaken op de bankrekening van Stichting Wol. Nadat ze dat mailtje gestuurd hebben, staat allemaal op de website hoe je dat moet doen. Dan is het schilderij gereserveerd. En dan wordt het niet meer op de veiling. En dan wordt het niet meer geveild. Nee, en anders, ja, is maar net wat de veiling opbrengt natuurlijk. Ja. En ze mogen ook meer geven natuurlijk. Graag, ja. 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 Ja, de eerste is verkocht en er staat er nog eentje op stapel, hoor ik van Els. Dus. Oh, oké, heel leuk, heel leuk. Ja. Begint het met een minimumprijs of begint het gewoon bij nul, elk schilderij?
Nou, we beginnen bij de prijs die nu ook al als richtprijs staat. Want Els heeft ook geëxposeerd in galerieën. En er staat dan ook of nog de oude prijs staat erop. Nou, daar zitten wij vele percentages onder. Dus het is al een vriendenprijsje voor wat erop staat. En Els heeft ook bij een heleboel schilderij prachtige lijsten eromheen. Nou, soms zijn de lijsten al duurder als de prijs voor het schilderij. Ja. Ik hoop dat het een heel groot succes wordt. Zondag 21 september in de Burgerij. Dat is in de Düsseldorpenweg 103 in Limmen. De veiling begint om 2:00. Bezichtiging is vanaf 12:00 en de toegang is gratis. En het is voor het goede doel voor Burkina Faso. Ik dank jullie hartelijk voor je komst. Dankjewel. We hopen dat het een groot succes wordt uiteraard.